Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we goed zien dat over het midden van het land een band met bewolking ligt. En uit die bewolking valt ook op een aantal plaatsen nog wat lichte regen. In de loop van de ochtend wordt het droog en dan gaat de zon steeds vaker schijnen overal. Halverwege de ochtend is het een graad of 18. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 22 graden op de Waddeneilanden en 24 of 25 graden verder landinwaarts. Bij een matige, aan de kust soms vrij krachtige wind uit het oosten of noordoosten. Aan het einde van de middag en vanavond ontstaan er een aantal regen- en onweersbuien in het midden en zuiden van het land. In het noorden blijft het waarschijnlijk droog. Vanavond blijft het sowieso nog lange tijd warm. Morgen begint de dag met vrij geregeld zon. In de namiddag en avond kan opnieuw een enkele onweersbui ontstaan in het zuiden van het land. Tot 23 tot 25 graden bij een vrij stevige wind uit oostelijke richtingen. De komende dagen houdt het warme weer aan met in het binnenland zomerse temperaturen. Er kan af en toe een regen of onweersbui ontstaan. Op vrijdag is de buienkans wat groter dan op donderdag en zaterdag. Vanaf zaterdag lijkt het nog wat warmer te worden. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl